het belangrijkste uit je programma? Nou, we eens kijken dat we voor de werkloosheid gehalte, dat we daar iets aan kunnen doen. En dat mensen dan toch financieel iets beter krijgen. Misschien dat er een aantal dingen via de staat gecompenseerd kunnen worden. En ja, dat is een van mijn streven, dat ik dat toch voor elkaar ga krijgen. De mensen hebben ook geen zekerheid meer, ook op het gebied van werk niet, want je krijgt gauw een contractje van een half jaar of een jaar contractje. En dan ga je bijvoorbeeld kijken van, nou, wil ik een huis gaan kopen, want dan krijg je een keer een vrouw. Ga ik een huis kopen, dan kun je het allemaal niet, want je hebt niet de zekerheid dat je dus volgend jaar nog werk hebt. En dat zijn allemaal zekerheden die steeds minder en minder worden in Nederland. De situatie waar John momenteel in verkeert, dat je dus ziet dat de arme lagen, de arbeidersklasse, als die enigszins een klein tegenslagje krijgt, dus bijvoorbeeld even het werk kwijt is, dat je in een gat terecht komt, waardoor je dus bijvoorbeeld geen aanspraak kunt maken op wat voor sociale voorziening ook, wordt steeds groter. Je ziet steeds grotere kloof tussen arm en rijk. En je ziet bij wijze van spreken ook de wijk hier achter mij, dat is een opgetrokken villa-wijk in Latem. En daar zie je dus eigenlijk ook de beleidsmakers zitten van Nederland. De heren politici, de heren politieagenten en ambtenaren. Die de armere bevolking in Nederland dwingen om te integreren met buitenlanders in een wijk lekker samen te wonen. Maar ik zweer je het, als je hier gaat filmen, dan vind je geen enkele kleurling terug. Want de blanken wonen onder elkaar met een slagboom ervoor. Dat geen enkele buitenlander hun woonplezier kan verpesten. En ze halen de neus op voor de armeren, omdat ze daar niet mee willen geassocieerd worden, dat ze zelf in deze rijke stekjes kunnen bouwen en dat wij, de mensen van de normale bevolking maar zo te zeggen, dat nooit kunnen permitteren en zij zijn erbij gebaat om het stelsel van dit huidige kapitalisme in stand te houden. Armen worden armer en de rijken worden rijker, omdat ze van die protsige wijken kunnen bouwen zoals we hier naartoe zaten kijken. En hoe hard men ook probeert integratie mensen op te leggen, het lukt echt niet en dat zal altijd beloond worden met een gigantische onrust, oorlog of wat. Het lukt gewoon niet. En mensen kun je niet dwingen te integreren. Ik vind dat het meest idiote gedoe wat er is. En de integratie is bij de moord op Fortuyn, de moord op Vergoog. En we hebben nu weer een kleinere moord op Zeveke in Nijmegen gehad. Het werkt niet. En iemand die dat woord nog in de mond neemt, die kan beter gaan werken bij de Efteling in het Sprookjesbos. Daar Sprookjesbos. Het werkt gewoon niet. Er komt een revolutie aan. Er komt een omslag aan. En ik kan het niet voorkomen. Het is gewoon hetgene wat ze zelf bereikt hebben. De mensen gaan hun gram halen. En dat gaan ze heel snel doen. En dan kunnen ze op een gegeven moment politieposten zetten voor iedere fractievoorzitter. En dan kunnen ze op een gegeven moment het leger gaan inzetten. Maar als een volk af wil van een bepaald regime, gaat dat gebeuren. De historie heeft het ons laten zien. Dit regime is aan het eind gekomen. Er komen nieuwe denkers aan. En dat zal niet met bloedvergieten gaan. Maar de Balkenendes, de Harry Potters, die politiek gaat weg. Ik kom je heel nieuws voor terug. Als je gewoon de strijd bekijkt, hoe Osama Bin Laden dat doet met zijn mannen, de vrijheidsstrijd. Zij strijden nu tegen Amerika. Amerika bezet Irak, Amerika bezet Afghanistan. En het is nooit verkeerd als een volk zich keert tegen een bezetter. Dat hebben wij Nederlanders ook in het verleden gedaan. Denk maar eens aan de 80-jarige Spaanse bezetting. En zijn strijd richt zich alleen maar op die landen die bezig zijn de Amerikaanse, die Anglo-Amerikaanse coalitie te steunen. En alle spookverhalen rondom Osama Bin Laden, die worden alleen maar gemaakt door de CNN-lobby, die aan de banden ligt van de CIA. En waar gewoon de Joodse lobby een zeer sterke vinger in de pap heeft. Ja. John die heeft een geborduurd werkje op zijn jas, dan staat Nederland op. En dat is dus hier in Duitsland verboden. En ja, dat noemen ze hier in Duitsland Gauw-emblemen. Dat houdt dus in dat het een verboden Gauw-emblemen is van de Hitlerjugend. Maar de Hitlerjugend had nooit een afdeling in Nederland. Dus als wij de Nederland opzetten, is het geen Gauw-emblemen. Hier, Jay Lion. Hier, Jay Lion. Jay Lion. Hier in 036. Hier in 036. Ga maar fucking subscribe of zo, bitch. Subscribe.